Maar ik denk dat de grootste uitdaging is eigenlijk om een goede work-life balance te vinden. En dat is zeker niet eenvoudig en dat merk ik nu zelf ook, nu dat ik aan het werk ben. En ik denk wel dat sport, de beweging, daar wel echt iets aan kan bijdragen. En ook al lijkt het soms tijdverlies, ik denk dat als je een half uurtje of drie kwartier kan sporten een aantal keer per week, dat je dan ook veel productiever bent op de werkvloer, je beter kan focussen en eigenlijk meer werk in een kortere tijdspanne kan gedaan krijgen. En ik denk, zo'n dag als vandaag kunnen we gebruiken om daar extra de nadruk op te leggen.